De Hufters winnen niet. En dat blijf ik herhalen omdat ik daar stellig in geloof. En daar geloven wij met elkaar in. Strijdvaardig hebben alle vrijwilligers en het bestuur van Bouwgein zich verzameld om te kijken hoe ze die doorstart kunnen maken. En we gaan steen voor steen samen met de mensen van Nieuwegein en met de gemeentebestuur van Nieuwegein werken aan een nieuw Bouwgein. Anderhalve maand geleden ging het gebouw van Bouwgein in vlammen op. Dat betekende niet alleen het eind van de speeltuin, maar ook van het kinderdagverblijf en de naschoolse opvang. Extra wrang is dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. Ja, ontdaan, onthust, gewoon ongeloof. En dat het in no time dan weggaat, dan denk je van nee, dit mag niet het einde van Bouwgein zijn. We moeten door. En daarom liggen de plannen voor de herbouw al klaar en weten ze al precies hoe het eruit moet zien. Waarom denken we dan ook niet na om er nog een stukje bovenop te zetten? Maar daar is wel geld voor nodig en daarom is er een uitgebreid plan bedacht. Het wordt een mix van sponsoring, donaties en fondsenwerving. Maar het belangrijkst is de gemeente. Nee, het kan zeker niet zonder de gemeente. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. We roepen de gemeente op dat ook te doen. Als zij dat niet doen, wordt het voor ons onmogelijk. Als de gemeente wel meewerkt, dan moet Bouwgein nog 150.000 euro bij elkaar schrapen. En dan kan er in het voorjaar van 2011 weer volop worden gespeeld.